In deze animatie laat ik je zien waarom Emotional Freedom Techniques, oftewel tapping, zo effectief is. Hoewel EFT gedeeltelijk is gebaseerd op de oude Chinese geneeskunst, waar je werkt met energiebanen, heeft het ook te maken met hoe je brein emoties en herinneringen opslaat. Je moet je voorstellen dat je brein maar een klein gedeelte heeft waar je bewust informatie mee kunt verwerken. Je luistert nu bijvoorbeeld met aandacht naar mijn stem, maar er gaat ook nog een heleboel informatie langs je heen. Als je iets nieuws leert of als je over iets nadenkt, dan doe je dat met dit slimme deel van je brein. Dan leer je niet alleen maar fietsen en rekenen, ook gedrag is voor een deel aangeleerd. Ook al ben je je daar niet altijd van bewust. Het overgrote deel van je brein bestaat namelijk uit je onderbewuste. Zie het als een grote database met informatie waar je je soms weer even van bewust wordt. Bijvoorbeeld als een geur of een plaatje je aan iets doet denken. Al die informatie is als het ware aan elkaar gelinkt en het bestaat onder andere uit ervaringen, emoties en conclusies die je hebt getrokken. Ben je bijvoorbeeld ooit gebeten of achterna gezeten door een grote zwarte hond, dan was dat een ervaring waar stress en angst bij te pas kwamen. En dat kan dan zorgen voor de onbewuste conclusie dat alle honden gevaarlijk zijn en dat je daar maar beter bij uit de weg kunt blijven. Zo'n conclusie is niet per se waar. Want je bent slim genoeg om te weten dat niet alle honden gevaarlijk zijn. Maar je onderbewuste is nu eenmaal niet het meest intelligente deel van je brein en trekt soms onhandige of zelfs onjuiste conclusies. Het neemt geen enkel risico en doet er alles aan om je veilig te houden. Je lichaam waarschuwt daardoor toch bij het zien van een willekeurige hond. Want je hebt die onbewuste overtuiging dat al die honden gevaarlijk zijn. En als je dan bedenkt dat dit deel van je brein veel groter is dan je slimme deel, tja, daar valt niet tegenop te praten. Wat je met een EFT-sessie doet, is dan ook iets anders dan alleen maar praten. Je vraagt je eerst af hoe je lichaam reageert op iets dat je triggert. Stel je wilt van je angst voor honden af. Dan stel je je voor dat je naar iemand toe gaat die een hond heeft. En je let op je reactie, op wat je ziet, ruikt, hoort, voelt en denkt. Je activeert zo je stressreactie. Vervolgens pas je EFT toe. Dat is zachtjes tikken op speciale punten op je gezicht en romp, terwijl je daar zinnetjes bij uitspreekt. Wat er dan gebeurt, is dit. Je emotionele reactie dooft uit en je lichaam krijgt weer het juiste signaal, namelijk dat het veilig is. Wat je slimme brein al wist, komt na één of meerdere EFT-sessies weer overeen met je lichamelijke ervaring. Het werkt als een soort reset van je systeem. En je kunt je voorstellen dat dit ook zo werkt bij andere hulpvragen. Je hoeft niet van tevoren te weten welke ervaringen en conclusies met je issue te maken hebben. Het enige wat nodig is, is het antwoord op de vraag: hoe weet je dat je nu niet reageert zoals je zou willen? Dus welk signaal geeft je lichaam? Hoe weet je nou dat je onzeker bent in sommige situaties? En hoe merk je nou dat je jezelf soms minder waard vindt dan anderen? En hoe weet je dat je last hebt van die ene persoon? En wat ervaar je als je terugdenkt aan die nare gebeurtenis? Kortom, welk signaal krijg jij waardoor je weet dat je niet reageert zoals je zou willen? Het antwoord op dit soort vragen is het startpunt van een EFT-sessie. In andere video's help ik je graag op weg, zodat je met behulp van deze methode meer grip kunt krijgen op jezelf. Dankjewel voor het kijken en als je vragen hebt, neem gerust contact op.